Wie zou het eerste gearresteerd worden? Yeah. En toen kan de marechaussee aanrijden. Gezellig. Je haar kort knippen. Sorry, Elio. En not gonna do it. Nee, nog één keer die hairflip dan, nog één keer. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hi, welkom bij een nieuwe video. Hallo. Ik ben met Larissa. Yay. Eindelijk een video met Larissa. Woo. Oh my god. Ik heb hier zo zin in. Ik ook. We gaan even een video'tje maken voor mijn kanaal. Dat is de most likely tag video. En voor haar kanaal gaan we ook een video maken. Heel spannend. Ja. En die kun je allebei nu bekijken. Dus ik zet even in de link haar kanaal. Dan kun je die video ook bekijken. Superleuk. Maar wij gaan dus de most likely tag video doen. En ik heb best wel veel vragen voorbereid. En die gaan we gewoon antwoorden. Ik heb geen idee welke vragen. Dus kom maar. Oké, en we hebben dus van die bordjes, weet je wel, met wie je dan denkt dat diegene... Je snapt het wel. Je hebt vast wel eerder deze video gekeken. Wie wordt het eerste miljonair? Ik denk ook jou. Ja? Ja. Je vertrouwt in mij. Sowieso vertrouwen in jou, daar gaat het niet om. Maar wat dan? Hoezo? Ik denk, jij hebt ook eerder de kans om nog een hele rijke man te trouwen misschien. Oké, ik werk eraan, ja. Ik ga al trouwen met een niet zo rijke man. Maar ja, ik denk het gewoon niet. En ja, jij hebt 3.000.000 meer volgers op Instagram dan mij. Dus misschien werkt dat ook in je voordeel. Oké. Dus die, ja. Ja, moet ik nu ook uitleggen waarom ik mezelf wil doen? Want dat is echt heel arrogant eigenlijk, bedenk ik me halverwege. Nee, denk ik niet hoor. Nee? Nee, het is gewoon goal setting. Ik weet niet waarom. Ja, misschien goals. Maar ik geloof ook echt in jou. Ja, ik ga het denk ik ook wel worden hoor. Ja. Maar ik denk dat jij het eerder wordt. Dat is het meer. Wie komt het vaakst te laat? Oh, sorry. Ze was vandaag ook al een uur te laat. Ja, maar geen grap, hè. Een uur, hè. Ja. Heb ik sorry gezegd? Nee maar dat maakt het niet uit. Ik was me wel zo voorbereid. Toen we dit gingen doen, dacht ik al, ik zeg deze tijd, maar dan weet ik dat ze dan een uur later komt. Ja, echt heel erg. Ik ben altijd te laat. Volgende. Lachen op het verkeerde moment. Ik denk dat we daar wel een handje van hebben hoor. Ja, je zag het net al. Ja, ik denk, ja. Weet je, wat ik heel vaak had vroeger, nu iets minder, was dat ik dan als er iets ergs gebeurde, maar echt erg hè, echt erg. Bijvoorbeeld, dit is heel erg, ik hoop dat mensen niet gaan denken dat ik geen hart heb. Ik heb een hart, ja. Ja, ik feel it coming, wat komt er? Mijn vader vertelde mij dat mijn opa was overleden. Ja. En ik kreeg een grijns op mijn gezicht. Omdat je gewoon niet wist hoe je moest reageren. Blijkbaar. Het was zo raar. Maar ik had mijn vader al heel vaak proberen uit te leggen van ja, ik moet altijd lachen als mensen vallen. Mm. Als er iets ergens gebeurt. Weet je wel, wat dan ook. Moet ik gewoon altijd lachen. Oké, pittig. Ja. Ik weet niet of ik per se lach als iemand iets verschrikkelijks vertelt of zo. Maar ik lach wel ongepast hard. Vaak. Ja, dat weet ik. In de metro en zo, weet je, met Sabine. Dan kan ik wel echt gieren van het lachen. En dan vinden andere mensen denk ik wat minder leuk. Oh, maar je lacht niet op de verkeerde momenten? Nee, dat niet. Nee, dan kan ik wel gewoon al teken in. Plastische chirurgie ondergaan. Oh, die vind ik echt moeilijk, want ik denk eigenlijk... Ik denk ik. Ik zet toch in op jou, ja. Jij ook? Ja, ja. Ik denk dat jij er meer moeite mee zou hebben ofzo. Ja. Ik denk dat jij, ik zou het niet zo snel doen nu, ik was aan fine. Maar ik zou er niet tegen, ik ben er niet per se tegen of zo. Als mijn oogleden gaan hangen als ik oud ben, dan zou ik dat wel gaan doen. Ja. Die ga ik ook wel doen, maar wat is dat? Dat is de poes die in de kattenbak gaat. Jezus Christus, man. Oké. Nou. Ja, ik denk ook eerder jij, want het is niet alsof ik zou het, ik ben er niet vies van, hè. Maar ik heb er wel een beetje iets tegen van, het moet echt passen wanneer ik 50 ben. Ja, nee, ik dacht ook meer van, jij hebt natuurlijk best wel lang gedaan over je beugel en... Ja, en, nou! En daar komen en zo, dat misschien dat jij het gewoon wat langer over doet dan bij mij, ja. Nee, dat is al zo'n ding voor nee, je. Oké. Oké, wie zal zich als eerste als een diva gedragen? Wel, jij kan er ook echt wat van hoor, maar ik wil echt... Baas boven baas, diva boven ja, diva. Jans. Ja. Dat is echt wel duidelijk, denk Moeten ik. Moeten we deze uitleggen? Nee. Heb je het zien, me?
Oké. Volgende is, als dit beeld meewerkt. Een scheet bij elkaar laten. Nou, sorry, maar dat doe ik ja, echt niet. Ja, mooie meisjes poepen niet, zegt ze altijd. Ja, sorry, moet je niet get it out there gewoon. Ja, zou ik nu doen bijvoorbeeld? Nee. Okay. Maar soms als je echt gewoon te veel begeten, dan moet je gewoon eventjes... Oh, ik denk gewoon echt dat geluid. Hoe vies was dat? Ja, dat was zo jammer. Dat was zo voor mij. Maar die van mij hoor je meestal niet. Oké, ik hoef het niet te weten. Het gaat helemaal kapot. Ik heb er zo veel moeite mee. Echt moeite. Volgende. Emigreren. Oh. Je eerste zou emigreren. Most likely. Ja. Ja. Ja, ik zou namelijk niet emigreren. Ja, maar jij hebt ouders ook nog hier en zo, natuurlijk. Ja. Ja, ik weet niet. Ja. Dus. Ja. Ja, nee, ik maar zou wel... Maar wil jij ook echt emigreren? Ja, nou, ik zou wel gewoon een huis willen hebben in een ander land, New York of zo. Of echt een lekker land, gewoon een lekker warm land bedoel ik. L.A. dus. Ja, of San Francisco lijkt me fantastisch. Maar dan wel altijd een huis in Amsterdam houden hoor. Ik hou echt van Amsterdam. Juist, ik ook. En Nederland wel. Ik hou te veel van Nederland, ja. Dus daarom zou ik nooit gaan emigreren. Ja, dus echt emigreren kan je dan niet noemen als je nog een huis hier houdt. Nee. Meedoen aan The Voice. Because I got the voice. Ja, dat gaan we straks meemaken in mijn video. We gaan een video opnemen voor haar, dan gaan we zingen. Ja. Maar ik weet niet of ik echt mee zou doen, want het lijkt me een programma die je gewoon heel erg afmat. Want je moet volgens mij 3 dagen in zo'n hotel gaan zitten voor die eerste rondes. Als je er doorkomt, hè. I need sleep, girls. I need sleep. En je mag dan niet slapen, volgens mij. Ik heb als verhalen gehoord dat je nog niet kan slapen. En dan, je moet door en door en door met filmen en optreden. Als ik gewoon niet heb geslapen, dan ben ik gewoon niet te doen. Dan ben ik gewoon dood. Ja. Maar toch ben jij degene die mee gaat doen aan The Voice eerder dan ik. Ja. Mag ik hopen voor de mensen die kijken. Ik moet zeggen, zeg maar, vroeger vond ik het... Pardon. Vroeger vond ik het allemaal echt heel erg leuk. Hè? Zoals Idols, die eerste keer en alles. Ja, met Jim. Vroeger wilde ik echt meedoen aan dat soort dingen. Ja, serieus. Ik hoop. Oh ja, most likely eerst iemand die groene vingers krijgt. Dus in de tuin iets zit te harken? Ja, groene vingers dat je in de tuin bezig bent ofzo. Nou, ik geef hem aan jou hoor. Oh nee, ik geef deze echt aan jou. Oh ja, ik ga echt niet. Ik heb dus zo'n eco-bak gekocht voor eerst binnen en dan daarna balkon. Daar ga je al, je wint hem. Maar hij staat al 4 maanden gewoon leeg in het huis. Maar ik zou nog ik wil gewoon biologisch gezond gaan doen, maar mijn vieze vingers is gewoon niet mijn ding. Ja, mijne ook niet. Nee, verschrikkelijk. Oké, deze allebei gewoon deze hoort gewoon niet in de hele lijst staan. Onze vingers blijven polished. Nooit meer chips kunnen eten. Ja, want jij bent popcorn verslaafd. Daarom? Ja, ik heb geen chips nodig. Maar ik eet eigenlijk nooit popcorn of chips. Allebei niet? Nee, thuis niet. Ik koop dat soort dingen niet. Wat goed van je. Ja, dan, of niet goed. Ik ben boven de 21, dus dan wordt het wel, gaat het wel aan je lichaam. Je kan sporten? Ja, doe ik 1 keer per week, maar ik vind sporten echt niet leuk. Ja, 1 keer per week! Oh, dat is de volgende vraag. Wie zou er 7 keer per week kunnen sporten? Hey. Ja, ik niet. Ik vind sporten verschrikkelijk. Ik vind het zo vreselijk. Ik ga altijd met tegenzin erheen. En als ik ben geweest, dan ben ik wel happy, maar daarna gewoon heel oud kapot. Weet je waar het aan ligt? Aan je playlist. Je moet gewoon een goede, lekkere playlist hebben van muziek. Ja. Of leuke vlogs kijken, doe ik ook wel eens. Onder de sporten. Of een goede serie kijken. Nee, ik moet echt een instructeur hebben die mij gewoon echt doorheen sleept. En dan vind ik het nog steeds niet leuk. Oh, deze is heel goed. Je haar kort knippen. Sorry, Elio. Oh, en nat naar een duwen. Nee, ik ook. Dit is ons handelswerk. We're kind of famous for it. Nee, ja, nee, ja. Sorry, maar nee. Maar het zou denk ik wel staan hoor, zo'n korte... Ja, zo'n korte koep. Zo'n hele korte koep, weet je wel. Nog korter dan dit? Nee, gewoon echt weg, gewoon echt kort. Nee hoor, dat staat mij niet. Ik denk aan iemand, maar ik kan niet op de naam komen. Halle Berry. Die ja. Nee, liefst, nee? Maar ik heb geen Halle Berry koppie. Nee? Weet je wel? Nee. Heb je wel eens gevoeld hoe jouw hoofd eruit ziet als het... Kijk, dit. Zoiets, zo. Oh, je bent wel een beetje zo'n Calimero inderdaad. Oké, laat maar. Ain't no cut my hair. Het huishouden laten verslonsen na een drukke week. Niet zo lullen doen. Wat doe je dan? Ik wist het. Ja. Ja, ik kan wel heel vaak jas op de bank gooien, mijn tas en shit en zo en omkleden, maar niet een hele week.
Ja, ik wel een hele week. Op een gegeven moment ga ik echt wel opruimen. Want maar ik ben dan ook bijna niet thuis, hè, dan in zo'n week. Mm. Dus dan heb ik geen last van. Maar als ik thuis ben, dan ruim ik het natuurlijk op. Nu heb ik de laatste tijd heb ik dus best wel veel tijd over. En dan is het gewoon bijna non-stop echt heel netjes bij mij. Wat raar is voor mij, ik ben heel eerlijk erin. Maar ja, ik zou het wel makkelijk kunnen laten verstonsen. Ik niet echt, nee, nee. Een verre reis in je eentje maken. Sorry, ik ga echt voor mezelf. Ja? Ja. Heb je het wel eens gedaan? Ja, meerdere keren ook. Echt wel rondreis in Azië en zo. Cambodja, Vietnam, Thailand. Ja, ik ook. Eerst met een vriendin, maar ook nog daarna alleen. Ja. Ik ook. Heb je gebackpacked? Ik heb gebackpacked, ja. Echt niet verwacht. Nee, weet ik niemand van dat. Maar van jou verwacht is dat volgens mij ook. Nee, niet. Precies. Echt nadie, omdat ik zo'n diva ben, denk ik zo, oh mijn god, dat ga je helemaal niet aankunnen. Maar dan zet ik mijn knop om en dan vind ik ook. Ja. Vind ik het juist wel lekker of zo? Ja, ik ook. Maar ik ook Thailand. Als het dan super vervelend is en je zit in een bus met 19 mensen waar eigenlijk maar 10 mensen in passen, dan zit je met je, dat hoort daarbij. Met je knieën tegen je oren, dan ik trek het nog wel of zo. Ja, ja, ik ook. Ja, dat is wel grappig. Ja. Funny. Ah, maar nou, we moeten backpacken met z'n tweeën. Het zijn echt best wel like, hè? Ja, ja man, mannelijke versie van mij. Maar oh, jij bent een vrouwelijke versie van mij. Diva, boven diva. Jezus. Oh. We hebben nog niet synchroon een hairflip gedaan, volgens mij. Nee, kunnen we even 3, 2, 1. Dit was al mooi, volgens mij. Struikelen over je eigen voeten. Ja. Heb je nou gekozen omdat ik al had gekozen? Of? Nee, ik zag het niet namelijk. Mm. Maar ik zou dat gewoon niet doen, dus ik denk dan jij maar. Ja, ik heb echt een keer flink op een hak was ik in Club Nix in Amsterdam. En toen ben ik echt flink van die trap opgevangen. Oh, met hakken? Echt, oh my god. Oh nee. Maar ik werd opgevangen door zo'n knappe man. En toen zei hij, ik heb je. Ik loop wel even weer naar boven en dan ga ik weer naar boven. Oké, volgende. Wie zou er als eerste uit de pan flippen? Ja, denk je? Ja, ik denk ook wel. Jij kan nog wel een beetje gereserveerd zijn, denk ik. En ik ben best wel open en altijd out there. Maar ik weet het niet. Want ik vlieg echt niet zo snel uit de pan. Ik ook niet. Ik ben heel relativerend en van. Ik ook. Oké, jij reageert zo. Oké, ik blijf gewoon rustig. Ik ook. Ja, ik zie wat je doet, maar. Zeg maar, ik. Dit. Oh, je batterijtje gaat bijna leeg. Ja. Ik heb er nog één. Nee, ik ben ook echt gewoon iemand die altijd eerst. Ik weet niet. Gelukkig, ja, dit klinkt heel raar, maar mijn blanke kant overheerst vaak. Dus in plaats van dat ik zeg maar zeg van oké, wie gaat mijn oorbellen vasthouden? Oh ja, girl! Girl! Dan gooi je in de hoek en precies. Nee, ja, ik heb heel veel zelfbeheersing ook. Ja, ik ook wel. Oké. Maar ik denk dan misschien toch dat ik nog net wat eerder uit pan zou flippen dan jij. Ik denk het ook, ja. Wie zou het eerste gearresteerd worden? Ja, beter. Oh. Ik denk iets in jouw auto of zo, weet je wel. Oh. Gewoon de snelweg oprijden, de verkeerde kant op, tegen de richting in of zo. Dat kan, ja. Maar daarvoor word je niet zo heel gauw gearresteerd, denk ik. Oh nee, ja, natuurlijk niet. Nee. Maar misschien met politie in aanraking, ja. Op de autoweg, ja, absoluut. maar jij ik dacht van jou mij weer in het nachtleven dan of zo. Dat er iets gebeurt waar je waarschijnlijk niet echt onderdeel van bent geweest. Maar dan toch in mee wordt getrokken. Zou. En dan, weet je, een issue krijgt daarmee of zo. Ja, dat kan wel. Ik was dus een keer naar Rauw. Mijn feest waar ik heel lang voor heb gewerkt, waren met een busje terug naar Amsterdam van Utrecht. En toen was er ook een DJ die was met ons in het busje. En die ging dus op Schiphol uitstappen. Want dan moesten we, volgens mij moesten we de Magician op Schiphol afzetten of zo. En die andere DJ ging uitstappen en die ging dus gewoon plassen. Naast de bus, op straat, wat natuurlijk verboden is. En toen kon de marechaussee aanrijden. Gezellig. Goed moment. En toen dacht ik echt, shit, nu worden we echt doorgelicht. Deze hele bus wordt omgekeerd. En maar ze zeiden gewoon hallo en ze gingen weer. Maar dat was dus misschien wel omdat jij erbij was. Of course. Of course. Connect. Wie wordt als eerste president?
Ja. Ja, ik heb er niks mee hoor. Nee, ja, ik heb echt van die levensmotto's en levensambities en dingen die veranderen aan de wereld. Maar niet. Nee, je hebt wel ambitie, maar ik heb van die dingen niet veranderen. Nee, ja, precies. Oké, ja, ik wil heel graag veranderen dat mensen niet meer in hokjes denken en dat soort dingen. Als ik daar president voor moet worden om dat te bereiken, dan I will do it. Oké, dat vind ik sterk van je. Ja. Maar dat zou wel leuk zijn of zo. Een langharige, homoseksuele president. Ja, misschien dat ik dan wel geïnteresseerd raak in politiek. Ja, precies, precies. Ik denk dat we bij de laatste zijn dan is. Woe! Oh my god. Sorry, wie is als eerste dronken? Stel op een feestje, we zijn samen op een feestje en stel dat ik nog drink. Ja. Dat hebben we al trouwens nog een keer gedaan, dit. Ja, en dan? Maar waar wie wordt dan het eerste dronken van ons tweeën? Ja. Ja, maar kijk, ik kan met een half glaasje ben ik dronken. Mm. Maar ik ga nooit zo ver om dronken te worden. Ja, dus precies. Nee, ik wil ook nooit dronken worden, maar ik denk wel dat ik eerder word. Ja. Ik hou gewoon van mijn champagne. Goed voor je. Ja, weet je nog die fles die je toen... Ja. Is het duur genoeg? Ja, ja, dan vind ik het zo lekker en dan ken ik mijn grens niet. Ik wil dan nooit meer naar huis. Als het gewoon echt heel gezellig is, dan wil ik gewoon nooit meer naar huis. Dus dan ga ik gewoon door. Tot het bitter eind. Tot de last man standing. Ja, dan ben ik wel eerder dronken, denk ik. Ja. Ja, nee, dan ben jij het inderdaad. Want ik zit guilty, allemaal appelsap. Guilty. Oké. Dit was hem, jongens. De weet genoeg. Most likely tag met Larissa. Bedankt voor het kijken. Doe je duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk ook niet te kijken naar de video op haar kanaal, waar we gaan zingen. Oké, bedankt voor het kijken. Ga sowieso naar haar kanaal. Abonneer op haar kanaal en op mijn kanaal, als je dat niet hebt gedaan. En laat een leuke reactie achter. Ja, dat vergeet ik altijd om te zeggen. Laat een leuke reactie achter. Wat vond je ervan? Want nog één keer die hairflip dan. Nog één keer. 3, 2, 1. Zo lang einde dit. Oké, dankjewel voor het kijken. Doei. Doei.